wilde ik vandaag even stilstaan bij Stichting El Ain. Misschien bekend bij velen van onze broeders en zusters. Stichting El Ain is een organisatie die al jarenlang actief is, met name in New York, voor honderdduizenden weeskinderen. En afgelopen tijd ook in andere landen, zoals Ghana of Afghanistan of andere landen eigenlijk waar hulp nodig is. En zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van weeskinderen. Alhamdulillah heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons allen hier de zegening gegeven en ni'ma gegeven dat hij ons een bepaalde welvaart heeft gegeven. En zoals we vandaag of gisteren hebben gesproken en vandaag gaan spreken over de adale van Allah subhanahu wa ta'ala, de rechtvaardigheid van Allah subhanahu wa ta'ala, moeten wij als mensen ook een bepaalde rechtvaardigheid hebben. En dat betekent dat Allah ons soms bepaalde dingen geeft die hij andere mensen niet geeft. En het is dan aan ons om dat terug te geven. Al is het een klein deel ervan. Als je bijvoorbeeld vandaag naar de Mac bent geweest en 5, 6 of 8 euro hebt uitgegeven aan iets, dan kan je dat vast wel maandelijks kwijt of wekelijks. En wat ik van jullie wil vragen is om een kijkje te nemen naar de website elain.nl. En dan zul je zien dat dat eigenlijk de meest geschikte organisatie is voor jouw liefdadigheid doelen. Je kan daar jouw goms kwijt, zowel Sahmul Imam als Sahmul Sade. Je kan daar een weeskind begeleiden. Je kan een weeskind sponsoren voor een jaar. Zo kan je hem of haar helpen met psychologische hulp. Ze hebben natuurlijk veel meegemaakt. Hun ouders of één, of vaak de vader, is omgekomen omdat ze mee hebben geholpen in de strijd tegen ISIS of een bomaanslag of een bepaalde ziekte of een auto-ongeluk. Je kan zo'n kind helpen gedurende het hele jaar. Een vol pakket. Met school, met begeleiding, met educatie, met schoolspullen, met huisvesting. Je kan ook kiezen voor één van deze zaken. Je kan een maandelijkse bijdrage, je kan een dagelijkse bijdrage. Je kan ook een donatiebus ontvangen. Dat kan je thuis iedere dag, bijvoorbeeld voordat je weggaat, sadaqa geven. 10 cent, 20 cent. Dat duwt eigenlijk slechtheid weg. Wat ik jullie wil vragen, jullie zien de website. Een prachtige professionele organisatie die ook op meerdere locaties in het land kleding verzamelt. In Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Alkmaar. Ik denk een organisatie die enorm geschikt is voor onze gemeenschap, voor ons als jongen, om een relatie mee op te bouwen. Om een relatie op te bouwen met die weeskinderen. Je kan zelfs hun naam zien, hun foto zien. Zij kunnen jouw naam zien en foto zien. Je kan een bepaalde band creëren met hun. En alhamdulillah heeft Stichting El Ain ook een ANBI-status. Wat inhoudt dat het gecontroleerd is door de overheid en dat het dus daadwerkelijk een goede doel is. He, voor de mensen die belastingtechnisch zijn aangelegd, betekent dat ook dat als jij een bepaald bedrag geeft, dat je ook een bepaald bedrag terug kan ontvangen van de belasting. Nou, altijd welkom, dan kan je nog meer geven, laat ik het zo zeggen. Dus nogmaals, mijn oproep, kijk alsjeblieft even op elain.nl, scroll er doorheen, kijk naar de projecten, je kan de jaarverslagen zien. 100% van al het geld dat binnenkomt, gaat ook naar de weeskinderen, inshallah. En het is ook goedgekeurd door Ayatollah Sayyid Ali Sistani, hafizahallah, dat daar ook de goems naartoe kan. Inshallah, als je naar YouTube gaat en naar de website op Instagram, dan zal je zien, inshallah, dat het een heel betrouwbaar liefdadigheid is.